ho, laatste week, laatste oogst en de laatste kansen van het jaar. En we hebben nog een mooi bed paksoi voor jullie. Heeft wat vorstschade gehad, maar het zijn echt vooral de buitenste bladeren. En je oogst hem door hem van de grond af te snijden en dan pluk je de buitenste bladeren gewoon eraf. En dan kan je mooi meenemen voor je kerstmaaltijd. En voor de feestdagen hebben we ook nog een bedje koolrabi voor jullie gevonden. Die waren we bijna vergeten. Maar toch nog een redelijk mooie oogst. Het zijn wat kleinere koolrabi's gebleven. Maar als je nog verse koolrabi wilt eten tussen kerst en oud en nieuw, dan ben je welkom. Dus smakelijk. Het seizoen komt ten einde. Ik wil jullie mensen allemaal bedanken voor deelname dit jaar en het vertrouwen dat jullie in ons hebben gehad. We hadden een moeizame start dit jaar, maar we hebben ons uiteindelijk mooi weten te herpakken. We hebben nu op dit moment maar liefst nog 18 verschillende soorten groentes te plukken. Dus ik kijk terug naar een vruchtbaar jaar. En ja, nogmaals bedankt voor jullie vertrouwen. Ik sluit me daar helemaal bij aan. Dank voor jullie vertrouwen. En voor iedereen die deel heeft genomen, al was het een heel seizoen of een proefabonnement in de zomer. Wij hebben een hele mooie basis kunnen leggen voor toekomstig succes. Wij hebben heel veel zin in komende jaren. We zien er naar uit om de gemeenschap te laten groeien op deze plek. Wij wensen jullie allemaal het beste en veel gezondheid voor het nieuwe jaar. Fijne feestdagen.